Probably. Oh, yeah. Thank you.
Welkom allemaal bij deze online digitale versie van Happy Ouders Breda en Zundert. Ik ben Esther Naal, de jongerenwerker in onder andere Breda en Zundert. En ik presenteer onder andere met Marielle van de Biezen van Noven, die kent van deze avond. Er zijn zo'n 150 mensen aangemeld vanavond, dus we zijn benieuwd hoeveel er uiteindelijk gaan komen. Ze stromen nog binnen, maar we gaan toch alvast beginnen. En we gaan eerst eens een kijkje nemen bij een van de kijkers thuis. Hallo, ja. Goh, ja, ik zit thuis. Ik heb een prachtige zwart behang. Dames en heren, ja, ik zie u niet. Dat vind ik heel jammer, want ik zou u heel graag wel zien. Maar ik zal me even voorstellen aan u, dan weet u wie ik ben thuis. Mijn naam is Gerard de Laat en ik ben ook ouder eigenlijk. Net als, ja, niet in leeftijd, maar omdat ik een dochter heb. Een kind. Een puberkind, een meisje. Ja, ik ben heel trots op haar. Haar naam is Lisa. Ze is onlangs geslaagd. De vlag hangt uit, de tas hangt uit het raam. En ja, 16 jaar is ze. Ja. En wij hebben altijd gezegd, als je je examen hebt gehaald, je diploma hebt behaald, dan is het moment daar, dan mag je opstap. Ja, ja, ja. Ja, ik vind dat, ik wil dat graag met u delen. Ik vind dat wel makkelijker gezegd dan dat dat ook uitgevoerd wordt. Snapt u? Ze is 16. Ja, je hebt natuurlijk al het een en ander met haar meegemaakt ook. Ja, het was best een pittige tante op bepaalde momenten. En de laatste tijd merkten wij, al die toetsen en zo online waren al lang achter de rug, zat ze heel veel met vriendinnen samen echt naar dat moment uit te kijken dat ze losgelaten werden, dat ze echt op stap mochten. En dan zaten ze, weet ik veel, zaten ze bij ons in de serre en dan keken mijn vrouw en ik keken elkaar aan zo van, poh, wat een drukte. Wij hadden ook wel een beetje zoiets van, nou ga dan maar. Of ze zaten bij iemand anders in een keet of zo. Want ja, ze zijn altijd bezig, ze zijn altijd aan lummelen en zo. Maar nu is het dan eindelijk zover en gaat ze op stap. Mijn dochter, mijn knappe dochter. Ja, 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 ja. Ja, hoe zal dat gaan? Ik vind hem heel erg benieuwd. Ik ben heel benieuwd hoe dat gaat. Hey pap. Oh, wow. Hey. Zo. Dit er? Wauw, nieuwe zonnebril. Ja, ik zie het. Mooi, hè? Je hebt twee soort cirkeltjes in. Moet je kijken, dat is toch grappig? Oh, dat is leuk, ja. Oh, wat leuk. Ja. Maar waarom die zonnebril eigenlijk? De zon is weg. Nou ja, ik ben nu 16 natuurlijk. Ja. Dus ja, ik mag nu lekker op het terras gaan zitten. Op het terras. Ja, dat weet ik, dat jij op het terras mag gaan zitten. Mm-hmm. Maar je weet dat je wel op moet letten, hè? Ja, tuurlijk. Ja, ja, want mensen, u weet natuurlijk ook net zo goed als ik, op het terras, daar komen allerlei mensen. Je hebt er geen zicht meer op, allemaal oudere mensen. En soms dan hebben die mensen iets te diep in het glaasje gekeken. En dan gaan ze zo lallen. En dan, ja, u ziet haar naast mij staan. Het is een hele knappe meid. Ja, wie weet gebeuren er dan dingen die je helemaal niet meer in de hand hebt. Snapt u? Voelt u dat? Dat heb ik heel erg, dat gevoel van hoe nu. Oké, prima. En wat is dan het terras waar je gaat zitten? We gaan eerst naar Den Bels. Ah, dat is mooi. Ja, dat is een leuk cafeetje hè, hier in Zundert. Ja, ja, ja. Ja, en daarna gaan we dan lekker met de fiets gaan we dan naar Breda. En dan gaan we naar Café Jansen, want daar zitten hele leuke jongens. Oh mijn hemel. Wat is er? Er zitten jongens, dat is ook al zoiets mensen, daar ben ik niet mee bezig, maar daar schrik ik ook even van, want jongens en meisjes op deze leeftijd vinden elkaar ook heel leuk. Maar helemaal op de fiets naar Breda, ja. Wil je wel mij dan zeker laten weten dat je daar bent aangekomen, af en toe even appen, alsjeblieft. Ja, Paul, dat is goed. Ja? Geen zorgen, je kunt me gewoon vertrouwen. Ik ben namelijk 16, hè? Ja. Al een heel grote volwassen meid. Nou, doei! Ja, en appen, hè? Echt ja. Doen, hè? Komt goed. Oké. Daar gaat ze. Ja, ze is vertrokken. Ze is op stap, op de fiets. Van Zundert naar Breda. Nou, mensen, ik weet je, wij zijn eigenlijk allemaal bij elkaar een soort lotgenoten. En wij hebben allemaal een beetje van, wat gaat er op ze afkomen? Misschien is het een idee dat wij aan het eind van de avond een soort appgroep of een Facebookpagina of zo openen. Dat wij in contact kunnen blijven met elkaar. En verder hoop ik dat ik
ja, dat ik wat opsteek van deze avond. Hè. En ik begreep ook dat we dus wij allemaal mogen reageren in de chat. Met vragen en antwoorden en reacties. Dus hartstikke leuk, ga ik ook zeker doen. En dat er een soort quiz is. Nou, ik ben goed in quizzen. Ja, ik ben zeker goed in de dorpsquiz. Daar was ik de beste in. Dus ik zou zeggen, mevrouw de quizmaster, ik zag u net al even. Kom er maar in hoor, wij hebben er zin in. Ah, daar is ze. Mooi. Ja. Nou, welkom nogmaals allemaal. Ondertussen staat Maria van der Biezen naast mij. Ik ben, het zal me nogmaals een keer voorstellen voor de mensen die nog niet ingelogd waren. Ik ben Essenade, jongerenwerker bij Supply Welzijn, onder andere in de regio Breda en Zundert. En samen met Marielle presenteer ik deze avond. Ja, mijn naam is Marielle van der Biezen en ik werk voor de afdeling preventie van Novo de Kentron. En ik zal samen met jullie de vraag van de tweede ronde doorlopen. Dan zal Esther daar nog heel even uitleggen hoe dat precies gaat lopen vanavond. Ja, normaal gesproken zien we jullie natuurlijk in een café voor een goede tocht of een pubquiz. Verschillende vormen hebben we. Deze keer digitaal is voor ons ook spannend. Eerste keer dat we dit op een digitale manier doen. We hebben ondersteuning van Bob, onze techniekman, dus daar zijn we heel blij mee. Dus spannend voor iedereen, maar wel hebben we er echt ontzettend veel zin in. Ja, ik ook. Zeker bij mij ook de zenuwen aanwezig, want ja, live kan er natuurlijk van alles misgaan. We gaan deze avond in twee rondes verdelen. De eerste ronde zullen de vragen komen van de politie, handhaving en de horeca over veilig stappen. Dat willen we natuurlijk met z'n allen bereiken voor onze jeugd. De vragen zullen door mij gesteld worden en inleiding en de antwoorden zullen in filmpjes gegeven worden. En daarna zullen er in de tweede ronde vragen gesteld worden door Marielle vanuit preventie, alcohol- en drugspreventie. En deze vragen worden ook live beantwoord door Marielle. Ja, en zoals jullie net zelf al in beeld konden zien, mijn collega Roeland is hier aanwezig bij de chat. Dus die zal tussendoor ook vragen beantwoorden. Nu hebben we het de hele tijd over dat we jullie vragen gaan stellen. Maar we willen dus ook heel graag dat jullie hier antwoord op kunnen geven. En dat kan. Pak heel even je telefoon erbij. Is misschien wel zo handig of ergens een andere extra telefoon als je dit op de telefoon kijkt. Want je kunt meedoen via menti.com en dan kun je de code invoeren 5112805 en je ziet hem hier dus ook in beeld. Op het moment dat de vraag in beeld komt, zie je ook nog de website en de code weer in beeld komen. Dus mocht je eruit vallen of wat dan ook, dan kun je dus alsnog inloggen. Dus doe vooral mee. We willen heel graag weten. Ook al zijn jullie nu op afstand en kunnen jullie niet horen, willen we graag weten hoe jullie over bepaalde zaken denken. Ja, de chat is ook open, eigenlijk de hele avond. We zullen tussendoor wat vragen behandelen. Aan het eind van iedere ronde hebben we ook nog even wat tijd om wat chatvragen te beantwoorden. Maar we zullen ook na de uitzending, als we niet meer live zijn, zullen wij nog wel live even in de chat aanwezig zijn. En ook nog andere experts om antwoorden te beantwoorden. De avond zal ongeveer tot kort van 9 duren, maar ja, je weet, live kan altijd iets uitlopen, iets korter, iets langer, vaak wat langer. Dus we hopen gewoon dat iedereen gewoon lekker blijft kijken en wat heeft aan deze avond en de tips. Yes. Ja, dan gaan we nu door naar de eerste ronde met de eerste vraag. We hebben daar een foto bij, geloof ik, van de politie. Want de eerste vraag is over de politie. En jullie zien een foto van een jongen die voorover gebogen zit onder invloed van alcohol, mogelijk ook drugs. In Breda genomen een tijdje geleden. Vaak komen agenten en handhavers dit soort situaties tegen van de jongeren. Is onder invloed van alcohol of drugs. En die is eigenlijk niet meer in staat om op zijn benen te staan. Is een doelwit om makkelijk te beroven. Vaak alleen vrienden die hebben zo van, ja, weet je, wij gaan verder stappen en ga jij maar lekker naar huis. Maar ja, dat is dus niet meer mogelijk. En dan gaan we nu naar de vraag toe. En die is, wie is er verantwoordelijk als een minderjarige onder invloed van alcohol of drugs wordt aangetroffen in de binnenstad of in de openbare ruimte? En dat is A, de politie of de handhaving, B, de ambulance of C, de ouders. En ik zie dat er al best wel wat mensen aan het antwoorden zijn. En dat ouders toch wel als grote pilaar al naar boven komen. Ik ben benieuwd wat alle andere mensen nog gaan antwoorden. Ik zie ook dat nog niet iedereen is ingelogd. Maar goed, we gaan wel gewoon alvast beginnen.
Want voor de ouders die wel op tijd zijn, is het ook fijn dat we gewoon lekker doorgaan. Nou ja, het is vrij eenduidig hè, dat mensen vinden wie er verantwoordelijk zijn. We gaan zo meteen naar het filmpje kijken. Ik weet niet of dat we al zover zijn. Want dan kunnen we even gaan kijken naar het antwoord van de politie. Astrid Ronsen, ik ben een van de vier jeugdbrigadieren binnen de gemeente Breda. Welkom bij Happy Ouders. Het antwoord op de vraag is C. U bent zelf verantwoordelijk voor uw minderjarig kind. En bij aantreffen van uw kind onder de invloed zullen wij altijd de ouders in kennis stellen en verzoeken om uw kind op te komen halen. Ja, u heeft het gehoord van Astrid, jeugdagent waar ik heel veel mee samenwerk. Wanneer een jongere dus inderdaad aangetroffen wordt onder invloed van alcohol of drugs en hij is minderjarig, dan worden de ouders gebeld en wordt er verzocht om de minderjarige op te halen, zoon, dochter. Omdat politie ze niet zomaar alleen naar huis mag laten gaan, ambulance laten komen, zou een heel duur grapje zijn. En die worden natuurlijk ook niet als taxi ingezet. Dus ouders blijven ten alle tijde verantwoordelijk en zullen daarom ook gebeld worden om de minderjarige op te halen. Ja. Gaan we nu door naar vraag 2. Van, u bent jarig, 40, 50, of u bent zoveel jaar getrouwd, 12,5 jaar, 25 jaar. En u wil een feestje geven, kan natuurlijk weer wat makkelijker, de versoepeling van de regels, weer groepen van 100 personen. U heeft wat puberdochters, de meeste vrienden hebben natuurlijk kinderen in die leeftijd. En u gaat een café afhuren. Is het dan wel toegestaan om alcohol te schenken aan minderjarigen? Dus we gaan nu naar de Mentimeter en dan is de eerste vraag, antwoord, ja, het is een besloten feest en ouders zijn bij de kinderen, dus ze mogen dat zelf weten. Nee, de wet verbiedt alcohol om te drinken onder de 18 jaar. Of C, nee, de horeca blijft verantwoordelijk. Dan hebben we nu weer even wat tijd om de Mentimeter in te vullen. En ik zie alweer wat antwoorden komen. Je bent iedere keer goed eensgezind. Iedereen geeft iedere keer veel antwoorden. Nee, de wet biedt altijd alcohol te drinken aan kinderen onder de 18 jaar. We wachten nog even op een paar antwoorden. En dan gaan we zo meteen weer even kijken naar het filmpje van de politie. Nou, ik zit hier natuurlijk mee te doen als vader. Hallo allemaal. Hallo mevrouw de presentatrice. Esther, leuk. Leuk. Je doet het goed trouwens hoor. Ja, wij ouders vinden het heel leuk en enerverend. Ja, als ik mocht antwoorden. Kijk, het is natuurlijk zo dat ik zelf huur een café af of een feestzaal of iets dergelijks. Dus in dat geval lijkt het mij dat ik wel verantwoordelijk ben. Ik bedoel, alcohol zal er geschonken worden, maar daar zal ik zeker op letten. Dat dan naar de oudere neven die net 18 zijn gaat en niet naar de jongere kinderen. Dus omdat ik betaal, denk ik dat ik A invul. Dus dat doe ik hier. A. Submit. Zo. Nou, Bart, dan ben je wel één van de mijne voor. Goedenavond, mijn naam is Bart Geus, uitbater van Café Den Bels in Zundert. Het goede antwoord op de vraag is C. Nee, dat is niet het geval. Jongeren onder de 18 mogen onder geen enkel beding alcohol consumeren in een horeca-inrichting. Ja, u heeft het gehoord. Antwoord C, nee, de horeca blijft altijd. Oké, nou Esther, ja, nou ja, in dat geval dan denk ik dat ik het dan maar thuis of zo doe of zo. En de schuur of de garage leegruim en dan daar het feest geef. Dan, ja, nee, dat is een inzicht. Ik heb een inzicht gekregen. Dankjewel, ga vooral verder. Ja, ja. Oké, prima. Nou, volgens mij hebben we al genoeg gehoord over deze vraag. En gaan we gewoon verder met de volgende vraag. Vraag nummer 3. Nou, vraag 3 gaat over controles. En dan vooral in Breda, eigenlijk geldt het ook voor een Zundert natuurlijk. Van, er worden verschillende controles uitgevoerd in de binnenstad om te voorkomen dat jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken in de cafés. Maar op wat voor manier worden deze controles uitgevoerd? Ik ga weer naar de Mentimeter toe. Dan is het A, de burgemeester organiseert controles door de handhaving. B, er vinden controles plaats door handhaving en in burgerkleding en er vinden bestuurlijke controles plaats. En C is, door de politie wordt er gecontroleerd. Nou, de eerste antwoorden komen alweer binnen. Jullie zijn ontzettend snel iedere keer met de antwoorden.
En nu is er wel wat verdeling, dus dat vind ik wel leuk. En dan zullen we zo ook gaan kijken in het filmpje wat dan natuurlijk weer het antwoord is. Maar we wachten nog heel even een paar tellen, een paar seconden, totdat de meeste mensen wat hebben kunnen invullen. En er zijn nog 14 mensen, of zijn er 14 mensen nou aanwezig, of moeten er nog 14 mensen invullen? Oké, dat gaat goed. Dus ik ben benieuwd. En als Bob denkt van we zijn zover, dan kunnen we zo meteen naar het filmpje gaan waar we het antwoord in horen van de handhaving. Mijn naam is Matthijs Steenaert. Ik werk verantwoordelijk voor gemeente Breda. Tevens ook als jeugdboer in de wijk West. Ik ben Yvonne van Broden. Ik werk voor de gemeente Breda. Jeugdboer uit Roest. En het goede antwoord is B. We houden bestuurlijke controles bij kroegen, cafeetjes om te kijken of zowel de verstrekker geen alcohol verstrekt aan minderjarigen, maar ook aan ouders van minderjarigen die vervolgens weer verstrekken aan hun kind. Ja, ook hebben we een pilot in Breda. Nou, u heeft het gehoord, vooral in Breda worden er verschillende controles uitgevoerd, zowel bestuurlijke die ook in Zundert uitgevoerd worden, maar we hebben daar ook een pilot gedraaid met mensen van handhaving in burgerkleding. Er was wat verdeling, maar mogelijk dat de mensen die het antwoord goed hadden, dit al van hun zoon of dochter hebben gehoord natuurlijk. Want het is afgelopen jaar, voor de coronacrisis, hebben we natuurlijk, zijn een aantal van de controles uitgevoerd. Dus zullen waarschijnlijk de verhalen thuis wel verteld zijn. We gaan nu nog even terug naar, volgens mij, naar iemand thuis. Klopt dat? Ja, nou ja. Zo, kom hier, schat. Het is heerlijk weer voor een terrasje. Nou, lekker, Bob. Ja, we mogen van hetzelfde huishouden weer lekker dicht bij elkaar op het terras. Hè? Dus dat is mooi. Als acteurs trouwens ook, by the way. We hebben iets te vieren, Bob. We hebben zeker iets te vieren. Dus ik bestel alvast even iets, hè, mensen. Oh, lekker warm, een drankje. Doe mij maar zo'n ober. Doe mij maar zo'n lekker heerlijk smaakvol, waar je lang mee kunt doen, waar je lekker van kunt genieten, waardoor je heel veel mensen kunt bekijken. Wit biertje, daar is die, dames en heren. Haha, daar mag u naar kijken en ik mag het drinken. Proost. Wat wil jij, schat? Nou, doe maar een witte wijn dan. Een zoete witte wijn. Lekker, pap. Lekker, ja. Zeker. Oké, dan... Nou. Bestel jij die even? Oh, daar komt hij al. Nou, bedankt. Goed. Nou, pap. Leuke ober, mooie hand. Nou zou ik zeggen... Op mij. Op jou. Ja. Op de toekomst. Proost. Proost allemaal. Proost. Ja, dit soort situaties komen ze binnen. Dat hoor ik er natuurlijk ontzettend vaak tegen. Ouders die bier of alcohol bestellen voor hun minderjarige kind. Maar wie is hier nu eigenlijk mee in overtreding? Is dat A, de vader, B, de dochter, C, de horeca of D, allemaal? Nou, het goede antwoord gaan we natuurlijk bekijken aan de hand van het filmpje. Dus als Bob die kan instarten. Het goede antwoord is antwoord D. De minderjarige mag niet in bezit zijn van alcohol. De ouderen mag niet verstrekking doen voor de jeugd om daar alcohol te drinken. En de eigenaar mag geen verstrekking geven aan minderjarigen. In principe is iedereen dus verantwoordelijk in overtreding. Maar zal in de praktijk vooral de horecaonderneming de bekeuring krijgen. Dus dat is het goede antwoord. Ik hoor net dat er nog maar heel weinig chatvragen binnenkomen. Zijn er helemaal geen vragen? Is het allemaal duidelijk? Of durven mensen misschien niet? Ik daag jullie uit. Vraag alsjeblieft dingen, want dan kunnen we daar ook op reageren. En dan hebben we toch nog wat interactie. Die we natuurlijk nu online missen. En die we normaal gesproken live in de kroeg wel van jullie krijgen. Dan krijgen we vragen en kunnen we antwoord geven. Dus ik hoop echt dat de chat wat meer gebruikt gaat worden. Zodat we zo meteen nog wat vragen kunnen beantwoorden. Gaan we nu naar de laatste vraag van deze ronde alweer, vraag 5. U kent het wel, uw dochter gaat lekker eventjes naar het park, chillen met de vriendin,
nemen wat spullen mee, wat eten, wat drinken en pakken ook een fles wijn mee. Ze zitten lekker in het park. Wij als jongerenwerkers komen dit natuurlijk tegen en gaan dan in gesprek met jongeren over het gebruik van alcohol. Daar is dan nog niet zo heel veel mee aan de hand. Maar stel dat zij nou ineens een horeca, een handhaver of een politieagent tegenkomen. Wat zou dan de consequentie kunnen zijn? Dat is antwoord A. De drank wordt ingenomen en wordt duidelijk uitgelegd dat het niet mag. Antwoord B. Een verwijzing naar bureau halt of een bekeuring. Of antwoord C. Mijn kind gaat een nachtje de cel in om er even over na te denken en ervan te leren. U krijgt weer een paar seconden, 30 seconden ongeveer, om uw vraag in te vullen. En ik ben wel heel erg benieuwd wat de antwoorden zijn. Ja, sorry hoor, Esther. Ja? Ja, moet ik je heel even iets op zeggen, want ik zie al best wel wat antwoorden binnenkomen. Maar antwoord C, dat je kind de cel ingaat... Nee, dat is toch niet echt, of wel? Nee, zou je niet denken? Nee, je gaat toch niet de cel in omdat je met een fles wijn of zo loopt of gezien bent? Dat is toch gek? Nee, daar geloof ik niks van hoor, mensen. Nee, dat is... Of wel? Ja, ik weet het niet. Zullen we zo eens gaan kijken naar het antwoord? Ja, maar ik denk dat ze antwoord zelf weg kunnen strepen worden. Nee, ik denk dat het echt weer zo'n antwoord is wat ouders bedenken. Zo suffe, rare antwoorden. Oké, okay. Nou, we gaan naar het antwoord kijken. Tom. En ik. Het antwoord op de vraag is antwoord B. Dat het verboden is onder de 18 jaar in het openbaar met alcohol te lopen. En of dat nou een geopend flesje is of niet. Je bent daarvoor strafbaar volgens de drankhorecawet. En je kan hiervoor een boete of een verwijzing naar halte krijgen. Nou, je hebt het gehoord, hè? Dus zelf gaan we dus gelukkig inderdaad niet in. Maar uiteraard... krijg je wel een bekeuring of een haltverwijzing en zullen ten alle tijde je ouders gebeld worden omdat je minderjarig bent. Dus, ik krijg een goede vraag van Mark in de chat. Er wordt niet aangegeven of de fles open is en genuttigd wordt, maar het is bij voorbaat al strafbaar dat je met alcohol in de openbare ruimte aangetroffen wordt. Dus het maakt eigenlijk niet uit, onder de 18 jaar, dus het maakt eigenlijk niet uit of dat je... de fles open hebt of dicht hebt. Dus je mag hem al niet in bezit hebben. Oh, wat de boete betrapt is op straat als je met alcohol aangetroffen wordt. Dat weet ik eigenlijk niet. Misschien dat we dat even kunnen uitzoeken. Maar wat ik wel weet is dat de meeste handhavers en politie eigenlijk proberen om de jongeren naar halt door te verwijzen. Omdat ze bij halt een goed gesprek krijgen. En daar dan vaak wat meer van leren dan dat ze een bekeuring krijgen. Maar de hoogte van de bekeuring wordt nog even nagezocht. En daar komt nog een leuke vraag aan. Voor minderjarigen, is het in het bezit hebben van alcohol en het openbaar vervoer als strafbaar? Ja, volgens mij wel, want openbaar vervoer, het is in de buitenruimte en het is openbaar toegankelijk. Dus ik neem aan, volgens mij is het in bezit hebben van alcohol en openbare ruimte, het openbaar vervoer ook als strafbaar. Ik breek er even in. Inderdaad, voor minderjarigen is het in bezit hebben van alcohol in het openbaar al strafbaar. En de hoogte van de boete is €90, maar onder de 16 jaar is die altijd door de helft, dus dan is die €45. Ja. En de straf die ze bij de jongeren bij had krijgen, is dat ze een beetje afhankelijk van hoe dat het gaat, maar ze hebben sowieso een gesprek met ouders erbij. En daarna moeten ze of een opdracht maken rondom alcohol, maar ook soms een excuusbrief schrijven. Als er bijvoorbeeld bij de horeca iets is gebeurd, dan wordt er een excuusbrief geschreven. Of ze gaan in gesprek met een horecamedewerker om van hem ook te horen van, wat is de impact nou als er een controle komt en jongeren onder de 18 jaar alcohol drinken. Wat zou dan het gevolg kunnen zijn voor een horecaondernemer? Nou, dat waren ineens veel chatvragen. Heel fijn dat de mensen toch vragen hebben gesteld nu. Antwoord C was dus de juiste. We hebben volgens mij geen chatvragen meer, denk ik, hè, Roland? Nee. Dus dan zijn we hiermee aan het einde gekomen van de eerste ronde. En wil ik vragen of dat de mensen thuis nog iets te vertellen hebben aan ons. Heb ik nog iets te vertellen aan u? Nou, ik kan u zeggen, we zitten nu op een fijne
avond. Ik zit gewoon lekker thuis. Mijn vrouw is bij vriendinnen, dus dat geeft extra rust. Mijn dochter is nog wel ergens aanwezig, maar die had ook plannen, riep ze mij toe. Dus, wat doe je als vader op een rustige avond? Na een hele drukke week vol met deadlines en targets halen, dan neem je die rust. Dus dat doe ik ook bij deze. Ik heb een lekker wijntje. Dat schenk ik voor mezelf in. En de krant is niet gekomen vanmorgen, dus heb ik... Oeh, dit is een lekkere, mensen. Als er een geur online beleving zou zijn, dan had u geroken hoe heerlijk deze wijn ruikt. Maar dat is niet zo. Maar ik heb maar een blaadje gepakt van mijn vrouw. Vind ik ook altijd wel leuk. Een beetje zwelg in andermans ellende. Dus ik heb hier... De Weekend heb ik hier, ja. Goh. Estelle, getekend door zorgen. Ja, maar dat zie je ook wel, hè. Moet je eens kijken. Ja, dat gezicht is een en al zo... Hey, pap! Oh! Hi. Ik schrik er gewoon van. Sorry, ik wilde je niet laten schrikken. Nee, ja, nou, dat is toch gelukt dan. Nou, pap, ik ben er helemaal klaar voor. Help mij even herinneren waar klaar voor. Ik ga toch naar het examenfeest van Sanne? Ach, samen met Lieke, weet je nog? Dat is fijn, dat is goed. Ja, 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 ja. Nou, Nou, dan ga ik maar klappen. Jonge dame. Ja? Ik zet even mijn wijntje weg, want... Er rinkelt een alarmbel in mij en vanuit jouw tas. Ik hoor daar iets op elkaar kletteren. Dat klinkt als glas. Wat zit er in jouw tas? Nee, dat is, mijn fles haarlak. Daar zit toch ook zo'n dingetje in. Als dat dan wiebelt, dan hoor je dat zo'n beetje... Het klinkt als glas. Maar... Haarlak. Mm-hmm. Ik ga elkaars haar doen bij Lieke van tevoren. Dus. Sinds wanneer klinkt een plastic haarlakfles naar glas? Vader is niet gek. Wat zit er in die tas? Haal het er maar even uit. Hè? Even een open gesprek. Ik heb dus gewoon stiekem daar drank in gedaan. Ja, pap. Ik dacht ik neem iets te drinken mee. Ja. Is het een Amerikaanse vijf? En wat heb je dan? Nou ja, kijk. Okay. Aha. Dat is een heel oud flesje. Dat zie ik, ja. Mm-hmm. Breezer. Breezer. Bacardi Breezer, ja. Bacardi Breezer. Mm-hmm. Het is nog te koop. En, maar lieve schat. Ja. Geen alcohol, hè? 16, toch? Ja. Ja, maar kijk... Er staat 4%, dus dat is maar heel weinig. Ja, nee, dat is niet zoveel. 4%, hoewel als de rente zou zijn op je spaarrekening, is het wel weer heel veel. Maar alcohol, nee, oké. Okay. Maar dat betekent dus eigenlijk dat er 96% geen alcohol is. Oké. Okay. Dus anders dan drink ik gewoon 96% op en dan laat ik de 4% er gewoon in zitten, ja? Ja, oké. Okay. Maar waar... Tikte deze fles dan tegenaan in die tas? Wat zit daar nog meer in? Ja, ik had... Deze stond ook in de kelder. Safari! Ja, maar er stond echt dik het stof op. Dus ik dacht, die drink jij toch niet. Safari, mensen. Dat is hartstikke... Nou, lieve schat. Die heb jij ooit in een kerstpakket gekregen, ja, toch? Dat klopt. En dat bewaar ik nog steeds voor een heel bijzonder moment. Dat moment moet nog komen. Maar dit gaat niet mee. Dit gaat echt niet mee. Nee. Ja, dan kun je zo kijken. Mijn lieve schat, daar hebben we duidelijk over gesproken. Okay. Dit gaat gewoon niet mee. Dit blijft thuis. Dus die gaat niet mee en die? Ja, die kan dan wel. Maar deze kan echt niet. Oké, nee, maar dat snap ik dan wel. Dan die niet, deze wel. Precies. Hij weet niet dat die hele tas nog vol zit, hè? Ik heb nog veel meer erin gestopt. Maar niks zeggen, hè? Lieverd, hoe laat ben je terug? Of hoe ga jij? Ik ben om 2 uur thuis. Dan had ik met mama al afgesproken. Oké. Okay. En ik ga met de scooter. Met de scooter? Ja. Goed. En je weet het, hè? Als je thuis komt... Na jouw gezellige, dan is de scooter in de schuur, schuur erop slot, maar ook de scooter afgesloten in de schuur, want ze komen overal binnen. Nou, ik dacht eigenlijk dat ik dan de scooter bij Sanne laat staan, weet je, na zo'n avond, en dan ga ik gewoon bij Lieke achterop terug. Nee, tuurlijk niet.
Waarom? Hallo, nee, ik heb die scooter op afbetaling betaald. Ik heb daar heel veel, ik moet daar elke maand op aflossen. Jij zorgt gewoon dat die scooter thuis komt. Ja, natuurlijk, dat is een hartstikke duur ding. Jij wilde het mooiste van het mooiste en het nieuwste van het nieuwste. Dus je bent zuinig met je dingen en zorgt dat die thuis komt. Dus ik kom op de scooter terug. Ja, ja, nou, precies. Als jij dat wil, pap, dan doe ik dat. Ja. Oké, nou. Ja, en hou me een beetje op de hoogte, hè, want je weet dat ik niet goed kan slapen als jij weg bent. Mm-hmm. En dat ik dan nog wakker ben als jij thuis komt. Ja, zo nou, vader ben ik. Pap, je bent echt een superleuke en toffe vader. Ja, dank je. En ik hou van jou. Ik hou ook heel veel van jou. Oké, nou, fijne avond. Fijne avond, doei. Veel plezier. Dank je. Ja, daar gaat ze. Leuk, hè. Ja, het is een hele mooie scooter, hoor. Echt een Vespa en noem maar op. Oh mensen. Ze neemt, dit is natuurlijk niet handig, dit is heel dom zelfs voor mij. Want zij gaat natuurlijk met alcohol op, ze moet niet met alcohol op die scooter. Dat is natuurlijk ontzettend stom. Ik moet haar redden, ja. Ik ga er zo achteraan, maar mensen, ik ben heel erg leerbaar, dus u vindt hier vast ook iets van. Doe ik het goed? Want het is zo belangrijk om een goede band te hebben met je dochter of met je zoon, met je kind in ieder geval. En dat dacht ik wel te hebben. Ik ben zelf ook altijd heel betrouwbaar geweest in mijn jeugd. Nou, niet echt eigenlijk, maar wacht, dit voelt helemaal niet goed. Ik moet er nu achteraan. Mevrouw, gaat u verder met wat u wilde vertellen, maar lieverd, die scooter gaan we niet doen. Ja, soms dan moeten we heel even schakelen en snel schakelen. We gaan verder met ronde 2. En nogmaals, ik ben Marielle van der Wiese en ik ben preventiewerker bij Novedic Kentron. Onze afdeling die is er dus voor om verslaving te voorkomen. En mijn expertisegebied is jongeren onder de 18 jaar. Dus ik spreek veel jongeren, maar ook zeker heel vaak hun ouders. Want als het gaat om gebruik van alcohol of andere drugs of gamen, dan vinden ouders het meestal al een probleem, maar de jongeren zien dat nog niet zo. Vandaag wil ik jullie meenemen met een aantal stellingen. En deze stellingen die gaan eigenlijk over alcohol en opvoeden. Nou, waarom hebben we het vanavond alleen maar over alcohol? Want je zou toch denken, er zijn meer dingen waaraan je verslaafd kunt raken. Deze avond gaat over alcohol of over uitgaan en pubers. En het eerste genotsmiddel waarmee jongeren in aanraking komen is over het algemeen toch alcohol. En tijdens het uitgaan is het meest gebruikte middel ook alcohol. Dus vandaar dat we dit onderwerp hiervoor voor deze avond hebben gekozen. En dan gaan we door naar de eerste vraag. En dat is, als ik alcohol verbied, wordt dat juist extra aantrekkelijk. En ik zie dat er al mensen aan het antwoorden zijn. Het eerste antwoord is antwoord A, niet waar. Jongeren vinden alcohol toch wel interessant, of het nu verbiedt of niet. Niet waar, als je het toestaat, gaan jongeren thuis meer drinken. Of waar, ik vond de dingen ook interessant, dingen die niet mochten volgen, vond ik juist ook interessant. Of waar, alles wat niet mag, vinden pubers interessant. En ik zal jullie nog heel even de tijd geven thuis om antwoord te geven. En dan zal ik daarna het goede antwoord laten weten. Ik zie het een beetje... Ik zie dat het een beetje gelijk opgaat. Eigenlijk was het goede antwoord is dat het niet waar is. Alcohol wordt niet per se interessanter omdat je het als ouders verbiedt. En dat is eigenlijk heel erg goed nieuws. Want dat zou betekenen dat alles wat verboden is in Nederland ineens heel erg interessant zou zijn voor jongeren. En dan zouden we toch wel een hele bizarre maatschappij krijgen. Maar wat maakt alcohol nou zo interessant? Bob, kunnen we heel even naar de PowerPoint? En dan moeten we denk ik heel even doorschakelen naar die. Eigenlijk is dit toch wel het gevoel wat veel ouders hebben. Op het moment dat iets niet mag, wordt het juist heel erg interessant. En daarom op het moment dat je iets verbiedt, adviseren wij dus ook
om goed uit te leggen waarom. Peter is misschien een beetje een slecht voorbeeld voor uitleggen waarom het niet mag. Want hij zal ondanks alles toch gewoon op die knop drukken. Hè? Do not push. Maar als je dus uitlegt wat er zou gebeuren op het moment dat je op die knop drukt. En dat zijn allemaal ernstige gevolgen of consequenties die je er als ouders aan zou verbinden misschien. Dan zijn mensen toch minder neigd om alcohol te drinken. Dus alcohol wordt niet interessanter door het te verbieden. Misschien zijn er al reacties vanuit de chat, Roland, op de eerste... Nee? Nou, mochten jullie hier anders over denken of toch zeggen van... Nou, mijn puber gaat toch echt heel erg anders of toch nog een vraag over hebben. Stel ze vooral. Oh, ik zie een vraag binnenkomen. De vrienden van mijn zoon mogen wel drinken als ze 16 zijn en dat maakt het zo lastig. Ik kan het verbieden, maar dat heeft weinig zin. Ja, dat is natuurlijk wat we heel veel te horen krijgen. Namelijk dat andere jongere vrienden van je kind wel al mogen drinken. En dan hebben ouders toch snel te geven, oh, dat heeft niet zoveel zin. Maar we weten toch dat dat stemmetje jongeren dat meenemen. Hè? Dus dat stemmetje van ouders van nee, je mag niet drinken. Dat nemen ze toch ook wel mee naar zo'n feestje. Het is dus ook vooral heel erg belangrijk om het op zulke momenten misschien nog heel even te herhalen. Maar ook zeker om in contact te blijven met je kind over alcohol. Dus niet één keer zeggen van nou, het mag niet en daarmee is de kous al af. Hè. Het is juist een proces van begeleiden. Hè, want alcohol is iets wat jongeren heel veel tegenkomen en wat het moeilijk kan zijn om nee tegen te zeggen. En ik zie nog een vraag komen. Ze horen kinderen... Oh, sorry, dat is Roland. En die geeft ook antwoord. Kinderen horen je wel, maar ze luisteren niet altijd. Daar komen we dadelijk nog zeker op terug. Ik wil doorgaan met de volgende vraag. Nummer 2. Door het stellen van regels over alcohol komt de goede band met mijn kind in gevaar. Nou, denk je nou dat dat waar is? Strenge ouders hebben over het algemeen een minder goede band met hun kinderen. Of denk je dat is waar? Want hè, als ik regels stel, dan gaan ze liegen en dan vertellen ze niet meer als er iets is. Of is dat antwoord C? Nee, de mening van ouders is belangrijk voor jongeren. Of jongeren zijn gewoon gewend dat er regels zijn. Ik zie eigenlijk dat de meesten van jullie al zeggen van dat is niet waar. Door het stellen van regels komt overal komt de goede band met mijn kind in gevaar. De reden waarom is wel een beetje wisselend, maar ik zie nog niemand die zegt dit is waar. Ik geef nog heel even de tijd om te antwoorden. Oké, nou ik zie dat er thuis druk gestemd wordt. Super fijn dat jullie meedoen vanuit thuis. Want dat geeft toch niet echt het gevoel dat ik hier alleen maar in een camera sta te praten. En dat er verder geen publiek is. Dus super fijn dat jullie meedoen. Jullie hebben het eigenlijk allemaal bij het rechte eind. Hè, door het stellen van regels over alcohol komt de goede band met je kind niet in gevaar. Jongeren die vinden het zelfs zelf wel fijn om te weten waar ze aan toe zijn. En het gaat natuurlijk ook gepaard met het contact met je kind. Ja. Ja, goeiedag. Hallo, ik ben er ook nog. Ik ben de vrouw van Gerard de Laat. Ik haak toevallig even in. Ik hoor even niks meer, mevrouw van Over de Kerkhof. Kan het kloppen? Of is het misschien tot ouderdom? Oh, Bianca hoort ook. Ik ben er gewoon. Oh, je bent er wel gewoon, mevrouw. Nou, fijn. Dan komt u maar gauw weer in beeld, hoor. Dat vind ik fijn. Ik zit echt goed op te letten. Ja. Daar bent u weer, maar we hoorden niks meer. U viel helemaal weg van het padje. Oh, maar nu staat ze ook echt stil als een soort standbeeld. Zijn er meer mensen die daar last van hebben? Riel.
Ja, ik geloof het wel, hè. Ja hoor, oh ja, Fonny Zuid-Laas heeft het ook. Hier ook, ja. Oh, er gebeurt iets helemaal, helemaal. Oeps, het beeld bevriest. Ja, ze was bezig volgens mij met stellingen aan het uitleggen. Ja, en nou, ik geloof dat dat nu even missen blijkt te gaan. Hè, jammer, ik zat net zo lekker in die quiz. Hè? Misschien even het filmpje van het puberbrein hebben we nog. Ja, daar eens naar kijken, meneer de techneut. Wat goed dat u zo alert bent. Filmpje van het puberbrein. Ik ben benieuwd. In die rare leeftijd dat je even recalcitrant bent. Dat je niet zo goed meer weet hoe alles moet. Dat je niet zo gehoorzaam meer bent. Ja. En dat gaat weer over. Daarvan dacht jij, hoe zit dat dan hier precies, hoe komt dat nou? Ik vond zelf de adolescentie echt verschrikkelijk. Ja. Het duurde even en toen ik dan weer een beetje bij zinnen kwam en ging studeren, dacht ik, oh, dit is fantastisch. We kunnen leren waarom dat allemaal zo moeilijk is voor iedereen, maar ook zo leuk. Aan alle kanten. Laten we even kijken naar echt pubergedrag. Ja. Een filmpje van YouTube, er zijn er veel van. Dit zijn echte pubers, met grote gevolgen heb ik het gevoel. Pubers. Ja, dit zie je volwassenen eigenlijk nooit doen. Nee. En kinderen ook niet, want het is best wel complex. Ze moeten samenwerken, ze moeten het idee brengen. Je ziet de meisjes zitten in het midden, de jongens eromheen. Dus er speelt vast ook iets. Dat vind ik, oh, leuk als wij dat doen, dan wie weet. Ze moeten plannen, samenwerken, het is heel complex. En daar heb je bepaalde vaardigheden voor nodig. Daar moet het voorste gedeelte van je brein behoorlijk voor uitgegroeid zijn. Maar aan de andere kant is de balans nog niet helemaal daar in de adolescentie. Wat is de essentie? We moeten snel gaan. We kunnen niet het hele dikke boek gaan lezen. Nee. Wat is de essentie van het puberbrein? Wat is het? Wat is het om puber te zijn? De essentie is een onbalans. Dus emoties en de drive om dingen te proberen. Ze zijn extra gevoelig voor beloning. Dat uitvergroot. Dus alles is in potentie cool om te proberen. En ze kunnen nog niet zo goed hun gedrag controleren. Dus we zien ook een plaatje. Ja, dus bovenaan zie je controlegebieden. Zitten voor in het brein. En die rode vlekken zijn eigenlijk wat actief is. Wat we kunnen zien met die MRI-scans. Dus hoe ouder je wordt, hoe meer je hebt. Ja, dus je ziet bovenaan van 11 jaar, 15 jaar naar 24 jaar dat er meer activiteit is in die controlegebieden. En onderaan zie je drie dezelfde plaatjes voor dezelfde leeftijdsgroepen. Maar dan in het beloningsgebied, dus wat het leuk maakt om dingen te doen. Dan zie je dat het een beetje actief is bij kinderen, een beetje bij volwassenen, maar heel erg. Er zijn veel vlekken zeg maar, bij de adolescenten. Dus de adolescent, de puber, kan er niets aan doen? Nou, niet heel veel. Nee. het ligt er. Ze snappen het wel. Als je ze vraagt, was het nou heel verstandig om met z'n drieën naast elkaar zonder licht naar huis te fietsen in het donker nadat je dronken had? Zeggen ze nee. Was niet zo'n goed idee. Maar ze doen het wel. Maar Robert zegt, dit is briljant wat jij doet. Hè? Dus dat betekent, dit is de voorhoede van wetenschap als het gaat over pubers. Ja. Dat zou kunnen betekenen dat we de puberteit afschaffen binnenkort. Nou, een medicijn. Niet afschaffen, maar begrijpen en op waarde schatten. Want dat is natuurlijk het mooie van dat hoeveel ouders hebben niet lopen roepen tegen hun kinderen. En nu zien we gewoon van ja, dat zit een bepaalde ontwikkeling in ons brein. Daar kunnen we niks aan doen. Dat zo'n puber alleen maar gas kan geven en niet kan remmen. Dat is een belangrijk gegeven om te weten. Dus je kan denk ik uiteindelijk op lange termijn kan het heel veel consequenties hebben. Want ja, anders zitten we maar dingen te proberen. Ja. En nu weet je het. Maar je kunt niet door medicijnen die data veranderen. Het is nodig. Het is ook nodig, zeg maar. Dus bij de meeste adolescenten gaat het gewoon goed. Niet iedereen doet dit soort dingen. Er zijn altijd extremen. Er zijn net zoveel verschillen tussen adolescenten dan tussen volwassenen. Maar je moet ook op een gegeven moment die drive hebben om de wereld te gaan ontdekken en te zien wat je leuk vindt en wat je wil. Okay. Daar zijn we dan weer. Gerrit is ook even bij. Ja, ik ben er even bij komen. Het is fijn dat je thuis bent gekomen. Ja, ja. Volgens mij is die mevrouw ook weer. Volgens mij is ze wat ontdooid. Ja, ja, daar is ze. Ja, Marielle, ben je er weer? Hoi. We zijn er weer. Ja, wij zagen net dat filmpje. Gekke jongeren. Ja, er waren hier dus wat technische problemen. Die komen wel eens vaker voor. als het goed is, hebben jullie net een filmpje gezien. Net daarin. Ja, dat is leuk. Ja, dat is het liplezen. Nou, wij waren samen aan het babbelen over dat filmpje met Matthijs van Nieuwkoop. Die missen we natuurlijk. Nieuwkerk. Maar ik heb in mijn jeugd ook wel hele gekke dingen gedaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, wij gingen vroeger altijd slootjes springen na een avondje. En dan de eerste die erin lag, die mocht dan de volgende keer zeg maar een rondje doen. Ik lag er vaak in. Oh ja, nou, ik zat er ook aan te denken. Ik deed ook best wel hele spannende dingen. Zo ben ik eens een keer ook naar een disco gegaan toen ik 16 was of zo. En
En er waren allemaal jongeren en die hadden allemaal gedronken. En we wilden natuurlijk terug naar de camping. En we wilden niet lopen. Dus toen ben ik achterin de kofferbak gegaan. Maar die jongeren waren hartstikke dronken. Ik zat erin, ja, met een vriendin. En toen dacht ik, oh mijn god, als ik dit maar overleef. Ja, nou goed. We gaan weer heel even naar Marielle. Lukt het of is de techniek helemaal weg? Want dan gaan we gewoon naar de volgende Mentimeter. Kom maar in, Marielle. Ah, komt ze erin? Ja, mensen, excuus hoor. Ja. Er is iets aan het gaan in Breda. Is de wifi nogal slecht natuurlijk, ja, hè? Of in Zundert. Oh nee, het is Zundert natuurlijk. Ja, Marielle, daar ben je weer. Ah, we horen het. Nou. Even naar de Mentimeter. Zullen we dat eens even doen? Er is er namelijk een volgende Mentimeter-vraag. We pakken het gewoon even over van die mevrouw. Hè? Ja. Als een kind thuis leert drinken, dan kan hij of zij later beter met drank omgaan. Oh, je moet dan pak je telefoon weer. Of u heeft hem natuurlijk wel in de hand. U bent ook verslaafd, net zoals Gerard en ik. Ja, 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 dus u pakt hem er even bij. Ja. En als uw kind dus als u het gewoon lekker thuis leert drinken, zo af en toe eens een drankje, dan kan hij beter met drank omgaan. Geen coma toestand. En dat soort dingen. Wat denken jullie? A, niet waar. Jong geleerd is oud gedaan. Dus als je veel drinkt, ja. Oh, blauw. Ja, tweede, ook niet waar. Door het puberbrein kunnen jongeren niet verstandig omgaan. Ja, dat lijkt mij ook. Maar bij C staat waar, dan raken ze eraan gewend. En dan weten ze wat het, wat het met ze doet. En bij de laatste, waar, dat is dan D. Als ouders het een beetje toestaan, dan hoeven ze het op een ander moment, dan hebben ze het niet nodig. Ik moet echt mijn leesbril pakken, Gerard. Ja. Jij niet, ja. Jij kan het gewoon goed zien. Nee, ik heb mijn telefoon. Nou, je ziet mee. Al wel. Eens even kijken, veel mensen denken blauw. Wij doen, kunnen we eigenlijk ook iets winnen? Kunnen we iets winnen? Oh, dat weet ik niet. Nee, weet ik echt niet. Ik hoop het. Oké, nog even terug nog naar die dingen, meneer de techneut. Nog heel even terug naar die dingen, naar die staven. Ik ben wel benieuwd wat nou het hoogst was. B. Oh, B. Niet waar, door het puberbrein kunnen jongeren niet verstandig omgaan met alcohol. Nou, dan zou ik wel willen weten of dat dan klopt. Ja, of nou, zo. Dan gaan we even naar die mevrouw weer. Mevrouw, Marielle, kom wat er maar is in, hoor. Antwoord? Oh! Een haar. Oh, ik hoor iets. Oh, ze gaat oortjes opdoen. Ah, dat is leuk. Want dat werkt misschien beter. Dat hopen we dan natuurlijk. Want wij zijn natuurlijk geen deskundigen, dat snapt u. Wij springen wel even in de bres, maar we weten natuurlijk niet hoe het zit. Marielle? We waren dus bij de vraag, als een kind thuis leert drinken, dan kan hij of zij later... Precies. Ja, we horen u ook heel slecht in de verte. We hebben wel iets met de ogen, maar nog niet met de oren, Gerard. Heeft u zo'n cursus gedaan dat u het zeg maar kunt uitbeelden naar ons? Dan kunnen wij het weer vertalen, zeg maar. Zo Irma, want die mis ik nu. Oh, veel beter. Ja? Ja, ja, wel. Ja, gaat beter. Hard praten. Oké, ik praat hard. Ik ben heel even de draad van mijn verhaal kwijt door alle... omstandigheden. Maar als een kind thuis leert drinken, kan hij of zij beter laten met drank omgaan. Bon, kunnen we nog heel even naar de Mentimeter, dat ik even kan zien wat er eigenlijk gestemd is. Even het geluid uitzetten van je computer of van de iPad, zeg maar de luidspreker. Er wordt mij gevraagd om de iPad of de uitzetten. Nou, niet het. Niet uitzetten, maar het geluid zinkt een beetje rond. Maar goed, ga gewoon verder. Geluid uit. Hij wordt meegenomen. Zoals we dus zien, zijn de meesten het erover eens dat het antwoord niet waar is. En dat is dat door het puberbrein jongeren niet verstandig kunnen omgaan met alcohol. Ik neem jullie nog heel even mee in het verhaal over het puberbrein. Bob, kunnen we even naar de PowerPoint? Ja, dankjewel. Even verder nog, hij mag ietsje verder. En nog eentje verder. Ja, het puberbrein. De essentie van het puberbrein was dus een onbalans. Hè? Die zie je eigenlijk je hele lieve, leuke kind zoals het vroeger was. Hè? Nog makkelijk te controleren en af en toe weer terug te zetten waar je graag zou willen.
Als we dan naar de volgende gaan, zien we eigenlijk dus de essentie van het puberbrein. En dat is dat er een onbalans komt. Dus de ruiter, de controlegebieden, die zijn nog erg klein. En ja, de wil om dingen uit te proberen wordt heel erg groot. En dat zorgt wel eens voor de situatie dat het dan niet helemaal goed gaat. Dus dat je puber gewoon even de controle kwijt is. En op het moment dat dit, nou ja, dit proces te begeleiden, zeg maar, is het de bedoeling dat je als ouders, en dan mag je even door naar de volgende, toch wel af en toe ja, je kind begeleidt om zichzelf te controleren. Hele ondankbare taak om de voorkant van je hersenen, van de hersenen van je puber heel even te zijn. En, maar uiteindelijk, als alles dan goed komt en de puberteit is een beetje voorbij, dan gaan we naar de volgende sheet en dan zien we eigenlijk dat er weer harmonie ontstaat. Dus dat dat paard weer goed gecontroleerd wordt door de ruiter. In ieder geval, dat is de bedoeling. Want wat is nu het geval met alcohol? Die remt de ontwikkeling van die ruiter, van de voorkant van de hersenen. En het is juist zo belangrijk, en dan komen we weer terug op preventie, verslaving, voorkomen. Ja, dat is dus dat we later in het leven grotere kansen hebben op een verslaving aan alcohol, doordat de remmen, de ontwikkeling van de hersenen wordt geremd. En dan krijg je misschien deze taferelen. Bob, dan mag je even door naar de volgende. En dat is dat, ja... hard gaan, hè? Dus hard op de alcohol of misschien wel andere drugs. In ieder geval, later in het leven zijn we de controle dan een beetje kwijt. Nou, de vraag was dus, als een kind thuis leert drinken, kan hij of zij later beter met drank omgaan. Mag je even door naar de volgende, Bob? Jullie hadden het dus allemaal goed, hè? Door het puberbrein kunnen jongeren gewoon minder goed omgaan met alcohol. Die voorkant van de hersenen waar dus impulscontrole zit, ja, dat wordt als eerste verdoofd in de puberhersenen door alcohol. Dus als je zegt 1 of 2 of 3, ja, zodra ze al 1 of 2 drankjes gedronken hebben, dan gaat dat al niet zo sterk controlegebied, wordt ook nog eens verdoofd. En we zien hier ook nog een onderzoekje eigenlijk terug in beeld. En dat is een onderzoekje dat laat zien dat jongeren op het moment dat ze ouders hebben met strenge regels, dat die dus minder vaak dronken worden dan de jongeren die ouders hebben met geen regels of waarvan het dus mag. Mag jij even doorgaan naar de volgende, Bob? Ook nog eentje terug. Nog één terug. Ja. En om deze reden, hè, we willen dus ondersteunen, Novedic Kentron, de afdeling preventie van Novedic Kentron ondersteunt de wet NICS 18, niet roken en niet drinken voor je 18e jaar. En waarom is dat nou? Dus ik probeer het nog heel even kort samen te vatten. Dat is, we willen natuurlijk minder mensen die verslaafd zijn later in het leven. Dus als al die jongeren nu later gaan drinken, dan worden er uiteindelijk ook minder mensen verslaafd. We willen dat de gezondheid van de pubers, die hersenen, goed groeien. Ook heel erg belangrijk bij NICS 18. En we weten dus dat op het moment dat je de afspraak van NICS 18 maakt als ouders, dat jongeren dus later beginnen met drinken. Dus voor het uitstellen van het eerste alcoholgebruik is het heel erg belangrijk. En iedere maand dat ze later gaan drinken is winst. En het helpt ook met het beperken van het alcoholgebruik op het moment dat je kind dus al aan het drinken is. Dan gaan we nu even over naar de vragen uit de chat. Zijn er nog vragen, Roeland, binnengekomen? Ik zie jou druk typen. Ja, wat is een goede straf of consequentie als je kind toch drinkt? Wat is een goede straf of consequentie als je kind toch gedronken heeft voor zijn 18e? Nou, dat is eigenlijk voor ieder kind natuurlijk wel anders. Ik weet dat mijn ouders, als ze mij ergens mee konden hebben, dan was het dat ik een avondje niet mocht gaan paardrijden bijvoorbeeld. Maar het kan, ja, je weet, je kent je eigen kind het beste en je weet dus waar hij of zij gevoelig voor is. Wat we wel zeker adviseren is dat je op een rustig moment eens samen nadenkt over... over wat een consequentie kan zijn. Want op het moment dat je dat in emotie bedenkt of in emotie roept, dan kan het wel eens zijn dat de straf wat hoger uitvalt dan dat je misschien in eerste instantie had bedacht, of dat die niet uitvoerbaar blijkt te zijn.
Dus denk daar van tevoren op een rustig moment over na wat je een gepaste consequentie vindt op het moment dat je kind toch drinkt. Zijn er dan nog andere vragen, Roland? Of als je partner minder belangrijk vindt in niks 18. Ja, dat is een hele goede vraag. Wat als mijn partner het minder belangrijk vindt, dat hele niks 18? Nou, het is natuurlijk gewoon heel belangrijk dat de discussie wordt gevoerd. Hè. Je kunt alle informatie die we vanavond geven, hè, dus over de invloed van de alcohol op het puberbrein, kun je natuurlijk met je partner nog een keer teruglezen en nog een keer bekijken. En kom samen tot een eenduidige afspraak. Zorg in ieder geval dat je met je partner op één lijn komt te zitten. Zodat je die ook samen kunt uitdragen. En ik snap ook dat zeker in deze tijd, hè, de gescheiden ouders is niet meer heel vreemd natuurlijk. Dus wat als het bij mijn partner wel mag en bij mij dan niet. Het is vooral belangrijk dat je uitdraagt naar je kind waarom jij niks 18 toch belangrijk vindt. Het mooiste is natuurlijk als de partner het daarmee eens is. Maar als dat niet zo is, ga dan vooral die discussie aan. Zijn er dan nog andere vragen bij de chat binnengekomen, Roland, die van nu van belang zijn? Nee? Oké, dan hoop ik dat alles toch duidelijk is. In ieder geval nog de excuses voor de vertraging tussendoor. En al deze techniek is voor ons nog behoorlijk nieuw, dus helaas ging er even wat mis. We zijn in ieder geval hiermee bijna aan het einde gekomen van deze Happy Ouders digitale versie. Op www.happyouders.nl zal er nog een online goodiebag komen. Nou, hoezo online goodiebag? Nou, normaal gesproken, dan ben je op een Happy Ouders avond geweest. En dan krijg je nog leuk een tasje mee naar huis. En dan kun je later nog eens even terugkijken van wat heb ik ook alweer allemaal vandaag meegekregen. En die zetten we online, een aantal websites waar je alle informatie nog eens terug kunt vinden. En die komt morgen online op www.happyouders.nl. Zijn we hiermee aan het einde gekomen van de Happy Ouders avond. Esther die is er ook nog. Alleen is een beetje zoeken naar waar ze moet nu moet gaan staan. Welke kroeg van Breda is goed voor jongeren van 16? Ik krijg nog de vraag binnen welke kroeg in Breda is goed voor jongeren van 16. Uitgaan is natuurlijk voor jongeren een leuke bezigheid. Weet wel dat op het moment dat je kind op stap gaat, dat hij dus in aanraking komt met alcohol, dat er ook sprake is van groepsdruk. Maar er zijn wel kroegen in Breda waarvan we weten dat daar veel jongeren komen, waaronder natuurlijk Café Jansen, maar ook The Walkabout. En dit zijn ook cafés waar die normaal gesproken meedoen met de Happy Ouders quiz en waar we normaal gesproken dus ook de ouders mee naartoe nemen, zodat jullie ook kunnen zien van ja, waar gaat in Breda nou de stappende jeugd naartoe. En in Zundert hebben we dit ook gedaan. Bijvoorbeeld Café Den Bels is een kroeg in Zundert die veel bezocht wordt door de jeugd. Ja. Wat natuurlijk voor jeugd ook heel belangrijk is, is dat ze naar een kroeg gaan waar ze ook jeugd kennen. Dus waar ze zich ook prettig bij voelen. Dus ik denk dat de jongeren heel goed de kroeg weten te vinden waar zij het beste kunnen gaan stappen. Ja. En anders vraag het je eigen kind eens, hè? Want die zal dat ook veel beter weten misschien nog dan wij. Wat belangrijk is, we zijn dadelijk nog aanwezig in de chat. Roland is er, maar ook ik en Esther zullen nog aanwezig zijn in het Heldentheater in de chat. Mocht er nou geen tijd hebben of geen zin meer hebben of wat dan ook, van je avond ga ik niet te hebben. Dan kun je altijd nog vragen stellen via mijn e-mailadres. Dit adres is bij jullie allemaal bekend, want jullie hebben via mijn e-mailadres de uitnodiging gekregen. En dat feest is 118 gelegen. En jullie kunnen altijd nog brandende vragen die later nog spelen stellen via de e-mail. En hopelijk zien we dan, kunnen we de volgende editie dan weer in de kroeg doen. Ja, daar heb ik zo ontzettend veel zin in. Na al dat gepraat heb ik ontzettend zin om lekker te gaan dansen. Ja, en ik kan nog steeds dansen, want vroeger ging ik heel vaak stappen. En nu ga ik nog wel eens uit met mijn vrouw, maar dat is dan meer theater. Maar daarvoor zat ik vaak in de kroeg. Dus ik heb eigenlijk wel zin om weer eens te dansen. En dan hoop ik dat ik u ook allemaal
tegenkom, dan zijn wij happy ouders. Pap, wat ben je aan het doen? Wat ben je aan het doen, pap? Ik ben aan het dansen, schat. Nee, doe even normaal. Ik ga mee met jou. Nee. Jij gaat niet mee met mij. Stay alive. Pap! Oh, mensen, serieus. Als mijn vader gaat drinken, dat wil je niet. Dan wordt het zoiets. Pap, alsjeblieft. Doe gewoon even normaal. Hallo. Ga gewoon even naar, weet ik veel, naar zo'n bejaarde dansclub of zo. Huh? Bejaarde dansclub? Nou, mensen, we zijn er bijna doorheen, maar we gaan nog naar een laatste Mentimeter. Dat is een hele leuke, een beetje school is gedaan. En jullie mogen een cijfer geven. Nou, een cijfer geven. Wat voor cijfer geef je deze bijeenkomst? En dan vooral letten op wat er allemaal wel helemaal goed gegaan is en wat u wel heeft gehoord en gezien. Niet even moment, dat vergeten we even. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Zo, kijk eens eventjes. Daar gaan we hoor. We gaan hoog, we gaan high, we gaan omhoog. Een 8,1. Maak ik dat eruit? Of 81% zegt er 8? Zo moet ik het zien. 81%. Nou, daar word ik wel heel erg vrolijk van. Hé mensen, wij zijn dus nog even aanwezig wat al gezegd werd hier in de chat. En misschien heeft mijn vrouw, want die zit nou in bad op dit moment, ook nog wat vragen. Die zit in bad te kijken, is natuurlijk hartstikke gevaarlijk of zo. Maar stel uw vragen nog. Ach, daar is ze weer. Hallo, leuk dat je er bent. Dus ik geef het weer aan jou. Ontzettend bedankt, ik heb er veel van opgestoken. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb het niet altijd even goed gedaan. Ik ga er niet opsluiten, maar ik ga er toch nog even goed gesprek overhouden met mijn dochter. Dus bedankt Marielle, bedankt Esther. Ik ben toch helemaal happy. Mooi. Ja. Tot ziens. Bedankt voor het kijken, Gerard. Ik zie nog een vraag in beeld komen, Bob. Of dat er leuke evenementen zijn voor jongeren onder de 18 jaar. Vraag kijk ik heel even naar het jongerenwerk. Op het moment natuurlijk vanwege de coronamaatregelen ben ik niet zo heel goed thuis in welke evenementen op het moment geschikt zijn voor onder de 18 jaar. Maar eigenlijk alle activiteiten, sporten, maar ook eigenlijk alle hobby's die jongeren hebben, daar kun je zo gek niet bedenken of dat kunnen jongeren gaan doen. Er zijn, zover ik weet, in ieder geval in Breda en de omgeving wel altijd speciale frisfeestjes voor onder de 18 jaar. Dus hou dat ook in de gaten. Zeker wanneer de coronamaatregelen weer helemaal versoepeld zijn en jongeren weer mogen gaan. En ik zie hier nog een vraag. Wat is jullie advies over 0.0 varianten? Daar zou ik inderdaad nog heel even op terugkomen. Wij adviseren om ook geen 0.0 onder de 18 te laten drinken. En nou, waarom is dat nou? Omdat jongeren op deze manier wennen aan de smaak, maar ook de link. Hè, alcohol, je hoort bij feestjes, alcohol is gezellig. Hè, al die positieve verwachtingen die jongeren al hebben van alcohol worden daarmee eigenlijk versterkt of bevestigd. Dus is eigenlijk een manier om de drempel naar echt alcohol drinken te verlagen. Dus vandaar dat ons advies ook is om dat niet te doen. Nou, dan wil ik jullie in ieder geval allemaal heel erg bedanken voor het kijken. En wij zijn nog steeds aanwezig in de chat. Dus op het moment dat jullie nog vragen hebben, stel ze gerust. En we hopen dat jullie er iets aan gehad hebben vanavond. Ja, en Marielle, wij zijn er ook nog op afstand, wil ik even zeggen. Want dat punten geven in die menti, dat zag er een beetje vreemd uit. Dat hebben we eigenlijk ook niet helemaal begrepen. Dus heeft u nog tips of tricks of dingen waarvan u zegt, nou, dat ging goed of daar, dat mag nog wel beter of anders of zo. Dat horen wij ook heel graag. Zet dat ook even in de chat, want daar kunnen wij iets mee. Dat hebben we graag. Oh, dan hoor ik mevrouw ineens uit de badkamer roepen, geef maar een cijfer op de chat. Nou, dat kan ook. Oké, mensen, geniet ervan. Hè? Ik heb hier nog iets staan, want ik ben volwassen. Dag! Doei doei! Nou, we zijn dus nog aanwezig en dank jullie wel in ieder geval nogmaals voor de deelname en de feedback. En wij gaan afsluiten. Dank je wel voor het kijken en wij zijn dus nog aanwezig in de chat, maar ik ga nu wel deze camera verlaten. De mess en feestjes. Next level. Oh, dat is een ding. Dat is een rol. Ik heb een stukje.